Willow Springs in Californië. Een racebaan, een van de oudste in Amerika, die stamt uit de begin jaren 50. Daar gaan we rijden met de 911 Carrera GTS. Een geweldige baan en een geweldige auto. Willow Springs dateert dus uit begin jaren 50, een van de oudste circuits in Amerika. In de Californische woestijn, volop ruimte, geen vangrails. Maar ik moet je zeggen, daar heb ik eigenlijk ook geen moment behoefte aan. Deze 911 laat zich geweldig plaatsen. Hij heeft een prachtig scherp randje, zeker als je hem ook op Sport Plus zet zoals ik hem nu heb staan. Geef je precies voldoende speelruimte. Het stuurgevoel is typisch 911. Beetje licht in de neus, maar geweldig precies en heel sensitief. En deze GTS heeft dan 30 pk meer dan de Carrera S. En niet eens zoveel minder dan een GT3. Als je het goed beschouwt, is dit eigenlijk de Carrera S met alle opties die je daar standaard op zou willen zien. Actieve dempers, dat PASM en het Sports Chrono Package. Twee belangrijke en ook dure opties die veel Carrera S-kopers bestellen. Ook erg leuk is dat je hem met de handbak nog kunt krijgen. Dat kun je inmiddels bij een GT3 niet meer. Dus dat kan voor sommigen denk ik ook nog wel een aankoopargument zijn. Want ook die rijdt werkelijk waar fantastisch. 911 is en blijft een gewoon een hele goede rijmachine. Een van de allerbeste. En deze GTS voegt daar eigenlijk compleetheid aan toe. Hij heeft de opties die je wilt op een Carrera S. Prachtige 20-inch wielen zijn standaard. Met een centrale sluitmoer, rookglas. Allemaal kleine details, smaakvol. Maar wel degelijk is eigenlijk het meeste geïnvesteerd in die dingen die ertoe doen. Ja, we zijn net ook gewoon buiten deze baan geweest. In Californië, honderden kilometers gereden. Probleemloos, zoals we de 911 kennen. Ook een auto die je dus gewoon alle dag mee kunt nemen. Deze GTS-versie is echt een toevoeging wat mij betreft. Want het is eigenlijk de auto die je wilt hebben. Kijk je naar de meerprijs ten opzichte van die Carrera S, dan denk ik dat dit een hele goede aanbieding is. Niet te hardcore. Nog steeds allround, maar met alle sportieve opties standaard aan boord. Misschien wel de fijnste 911 die er is.